Goedenavond, dames en heren. Welkom alweer bij de één na laatste editie van Be Unlimited. Literatuur, science en debat in Den Haag. Elke maand twee spraakmakende auteurs met nieuwe romans. En wij, Jeroen Vullings en ik, zagen ze door. De auteurs dan, hè? Niet de boeken. En deze vanavond is een hele bijzondere avond, zoals die altijd is. Maar voor mij zit er nog een extra glansje aan, omdat ik beide auteurs heel graag heb. Ik hou van hun werk, ik hou van hun engagement en ik hou van de reizen die ze maken. En vandaag gaan we een tipje van de sluier oplichten over die reizen en wat ervan terecht is gekomen in hun nieuwste, laatste romans. Heel bijzonder allemaal. Voordat ik wat ga doen, even wat huishoudelijke mededelingen. U kunt dit terugkijken op livestream.com/bibliotheekdenhaag. Dat gebeurt as we speak. Wordt dit nu gewoon live vertoond. Dus heeft u familie thuis die niet de deur uit wilde of geen kaartje konden bemachtigen, stuur ze even een tekstbericht met die livestream. Kunnen ze meekijken en dan heeft u wat om over na te praten morgen. Er is zoals u weet een agenda. Ik ga zo meteen drie literaire evenementen voor u aankondigen, presenteren. Er is natuurlijk ook muziek. Twee fantastische muzikanten die zich bij ons hebben gevoegd vandaag. Ik kijk er heel erg naar uit. Wordt weer fantastisch. En is natuurlijk datgene waarvoor iedereen eigenlijk stiekem gewoon komt. Namelijk die beruchte boekenquiz. Die beruchte literaire quiz waar de winnaar, de glorieuze winnaar, de twee boeken mee naar huis krijgt. Maar we gaan beginnen, dames en heren. En mijn eerste gast werd geboren in Deventer en woont en werkt alweer hele lange tijd in Amsterdam. Ze is zelf ook presentator van een literaire talkshow, Belmer Boekt, waar ruime aandacht is voor schrijvers en kunstenaars uit alle windstreken. In 1995 debuteerde zij met haar roman Blauw Metaal en in 2004 werd ze genomineerd voor de Libris Literatuurprijs met haar roman De Laatste Dichters, over het leven en werk van een groep Afro-Amerikaanse dichters die zich inzetten voor de emancipatie van de zwarte Amerikanen eind jaren 60, 70. Maar haar nieuwe roman, en daar gaan we vanavond over praten, deze week is uitgekomen, heet We hadden liefde, we hadden wapens en gaat over de Amerikaanse verzetstrijder Robert F. Williams, die in het gesegregeerde North Carolina, vocht voor gelijke rechten voor alle Amerikanen. Een historisch thema, maar ook een heel erg actueel thema, waarover ik in gesprek ga met Christine Otte. Geef ze haar een hartelijk applaus. Ja. Christine, kan ik jou wat inschenken? Ja, lekker. Ja. Hoe lang heb je over dit boek gedaan? Twee jaar. Twee jaar. Die Robert F. Williams, hè, speelde een belangrijke rol in de emancipatie van de zwarte Amerikanen. Dus de Afro-Amerikanen waren een minderheid in het blanke Monroe, zeg ik dat goed? Monroe. In North Carolina. Ja, klein, heel klein, piepklein stadje. Ja. En hij moet dus. En hij had zo'n kleine zwarte gemeenschap in overwegend. Ja, een hele grote zwarte gemeenschap. Hele grote, maar ja. North Carolina is heel veel zwarte mensen wonen daar. En Monroe? Monroe ook. Ja. Maar die woonden allemaal in aparte. In Newtown. Je had dan het spoor tussen, daar waren de blanken in de. En dan achter het spoor kwam Newtown. En daar woonden de zwarte mensen. Dus echt een gesegregeerde samenleving. Ja, alles was. Zeg maar als je de tijd. Jaren 50, 60 spreekt. Er was echt alles wettelijk gesegregeerd. Scholen, bioscopen, restaurants, zwembad. Voor zwarte was er geen zwembad, dus dat verdronken heel veel zwarte kinderen ook. Dat was echt een issue, omdat die dan in de gevaarlijke vijvers gingen zwemmen in het bos. En was er dan vanuit de overheid, federale overheid, gemeentepolitiek, was er dan bekommernis om? Werd daar iets voor gedaan? Nee, integendeel. De Ku Klux Klan was actief, dus er werden moorden gepleegd, er werden mensen mishandeld en al de daders werden eigenlijk altijd vrijgesproken. Ja. De politie die beschermde de Ku Klux Klan als die door de zwarte buurten ging. Ja, je kan het bijna niet voorstellen, want het is allemaal zo kort geleden. We hebben hier een foto van. Op mij komt het volkomen belachelijk over. Als ik dat zie, dan zie ik een paar mannen met puntmutsen op en die gek aan het doen zijn. Het lijkt een soort van carnaval. Maar dit zijn gewoon volksmilities
die erop uit waren om zwarte Amerikanen te vernederen, te intimideren. En die zijn er nog steeds. Dat is het enge. Ze zijn nog steeds actief. Niet zo erg meer natuurlijk, maar ze zijn er nog wel. Ja. En waarom trokken zij door die zwarte buurten? Wat? Bang maken, dat was het. Hè? Het was gewoon, gewoon de negers, zo negro's, niggers, moesten hun plaats weten. Dat was het. Gewoon, die werden gewoon gezien als minder soort mensen. Die waren er alleen maar om, zeg maar, de witte mensen... het naar de zin te maken, te werken voor zo weinig mogelijk geld. En, dus als zwarte Amerikaan in die tijd voelde je dus altijd gezien, je voelde je bedreigd, je was eigenlijk je leven nooit echt zeker. Nooit echt, nee. En een blanke in de ogen kijken, dat kon je dood betekenen. Vooral de mannen, hè. Dat is een groot verschil tussen zwarte mannen en zo. Want die waren, die liepen het meeste gevaar natuurlijk. Ja. En niemand die voor ze opkwam? Nou ja, nee, dat moesten ze zelf doen. Ja. Dus vandaar Robert F. Williams, die dan in Monroe daartegen opstaat. Hè? Volgens mij moet je over... Ja, nou, dat was natuurlijk... Kijk, je had de Tweede Wereldoorlog. En heel veel zwarten vochten in Europa voor vrijheid en democratie. En die maakten ook kennis met een andere samenleving. Hè? Die in Europa was natuurlijk anders. Die gingen naar... Ik sprak de broer van Robert Williams, die leeft nog, is bijna 100... Die ging dan naar Parijs, Josephine Baker. En die werden dus anders behandeld en die kwamen terug. Dus als, ze waren toch een beetje helden, want ze hadden vrede, of tenminste de Duitsers verslagen. En kwamen terug en werden vervolgens weer helemaal als stront behandeld, zeg maar. Excuus helemaal. En dat was op een gegeven moment natuurlijk, dat waren mannen, die waren militair gewend. Dus op een gegeven moment, dat staat ook in het boek, toen was er een jongen die was een beetje gestoord uit die oorlog gekomen, een zwarte jongen, en die had zijn baas vermoord. Nou, dat omdat hij ruzie, maar die jongen was niet helemaal goed. Ja. Hij gaat door het lint. Hij werd daar dood veroordeeld. Iedereen vond dat heel gewoon daar. Hij kreeg zijn straf. Maar toen was niet de kous mee af, want de Ku Klux Klan die wilde zijn lijk, ze dan eigendom maken van zichzelf en dan besmeurd met pek en veren, zeg maar, door de straten ter afschrikking. Nou, en toen zeiden die mannen, en onder andere Robert Williams, die was toen nog heel jong, 47 was dat volgens mij, dit pikken wij niet. En toen gingen ze gewoon staan in een rij, met z'n allen, als militairen gewoon, hupke. Ja. En toen kwam de Klan eraan. En dat waren gewoon lafbekken, want als ze zelf gevaar liepen, nou, ze keerden gelijk recht weg, waren ze. Ja. We hebben daar, ik heb daar wat archiefmateriaal van gevonden, van dat Monroe. Daar gaan we even naar kijken. Robert F. Williams komt er ook in voor. This is Monroe, North Carolina. The town where local NAACP president Robert Williams created headlines when he said, sometimes violence must be met with violence. Many asked why. Because some of the people who had thought that it would be better to settle these cases violently, I had been able to persuade them that we should use the courts and go into the courts. So this thing had boomeranged, and I was being held responsible for having brought these cases to court. There was a trial where a Negro maid had been kicked down a flight of stairs by a white man, and that this man hadn't even bothered to come to his own trial, and that he had also been acquitted. And there was a demonstration as a result of this in the courtroom by the Negro women of the community. And they had approached me and had said, well, you said that you would see that these people would be punished because through the organization we would have competent counsel, and that if it hadn't been for you, that these people would have been punished. And they wanted to know. Ik bedoel, hij moet over heel veel innerlijke kracht hebben beschikt om in die wereld om dat te doen. Ja,
Dat komt ook naar voren in het boek. Mm-hmm. Het is een man waar iedereen tegenop kijkt. Hij dwingt ja, dat af. Ja, nou ja, weet je, hij was... Want dat is natuurlijk iets wat ik ook heb moeten leren begrijpen in mijn eerdere boeken, van hoe dat, wat dat racisme doet. En ik denk dat jij dat beter misschien weet dan ik. Maar hoe dat in ja, dat op het moment dat je er altijd maar hoort dat je you ain't shit, weet je wel, dat wordt natuurlijk, dat gaat verinnerlijken. Als je altijd maar hoort, je deugt niet, je bent tweede rangs, je bent een minder soort mens. Dat wordt ook, dat, je ouders waarschuwen je van wees voorzichtig, ook uit bescherming van zorg dat je onzichtbaar bent. Ja, dan ga je ook zo gedragen alsof je minder waard bent. Nou, hij had daar geen last van, want zijn grootouders, opa Sykes en oma Ellen, ja. Die opa Sykes kwam uit de slavernij, had zichzelf leren lezen en schrijven en was een activist in de partij van Abraham Lincoln, de president. Die de slavernij heeft afgeschaft. En oma Ellen, die was onderwijzeres. Ja. Dus die leerde die jongen alles. Gewoon over Hitler en de jodenvervolging. Ze wisten alles en ze waren altijd van... Jij bent het mooiste zwarte kind wat er is. Ze gaven hem niet alleen bewustzijn mee. Maar ook een geweer. Ja, maar dat was daar heel gewoon. Hè. Ik kwam daar nu, ik was daar in 2014. Iedereen had daar wapens. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar in die tijd... hadden zwarten die heel braaf waren, die hadden gewoon, die sliepen met een wapen onder hun kussen, omdat ze gewoon dagelijks gevaar liepen. Ja. Ja. 2008 ga jij naar Amerika. Alles komt samen, want het is de week van de verkiezingen. Ja, Obama die... En in 2008, in de maand van de verkiezingen, ben jij in Idlewood? Idlewild, Michigan. Idlewild, Michigan. Ja, een hele bijzondere plek is dat, want daar mochten vroeger tijdens de rassenscheiding mochten zwarten daar huizen hebben. Vakantiehuizen. Ja. En daar kwam de crème, la crème van Zwart-Amerika, zeg maar. Dat kwam daar, dus muzikanten. Ja, je hebt hier zo'n familie, hè, die daar in Idlewild lekker... Ja. Ik denk dat ze hier konden ze vakantie vieren met elkaar, zonder het gevoel te hebben dat ze in de smiezen liepen, dat ze tegen een pistool konden Precies, aanlopen. Precies, maar dat was ook mensen kochten daar huis, zeg maar de elite van zwarte, die kwam daar ook. En de denkers en Louis Armstrong, Aretha Franklin, Temptations, de denkers, schrijvers, die gingen daarheen. Het was een culturele broedplaats ook. Ja. Wat bracht jou daar in 2008? Nou, Obama. Omdat ik ging voor NRC Handelsblad reportages schrijven vanuit de zwarte gemeenschap daarover. Dus, en toen ontmoette ik Mabel Williams, zeg maar, die woonde daar. Ja. Hoe kwam jij in contact met haar? Via een vriend van mij, Khalid El-Hakim, een zwarte Amerikaan. En die kende ik weer via dat vorige boek. En die zei je moet haar ontmoeten, want dat verhaal is interessant. Ja. Ik had nog nooit van dat verhaal, kende dat verhaal niet. Ja. Je komt bij haar op bezoek. Hoe oud was ze in 2008? Ja, was al aardig oud, 76, 78. En was het meteen makkelijk om daar binnen te lopen? Ja, ja. Ja, hele leuke vrouw, welbespraakte dame, zeg maar. Gedistingeerde dame, die het heel erg leuk vond dat ik langskom. En ben er 2 middagen geweest en toen vertelde ze dat verhaal. En ik was echt meteen, ik denk nou ja, dat is heel bijzonder. Ze vertelde, ze was 16. Ze werd gewoon verliefd op die man. Ze vond hem een aantrekkelijke man. Hij stond haar op te wachten bij de schoolpoort. Ja. Nou, hij was de beste vriend van haar zwager, Kenny. En zij was uit het gezin, zeg maar, de betere... Ze hadden het iets beter, want haar vader had een baan bij de spoorwegen. Dus ze hadden het enige stenen huis met stromend water en een badkamer. En dus ze was een heel braaf meisje. Maar ze werd verliefd op hem en ze trouwde met hem. Ja. Wat 16? Wat die familie haar niet in dank had. Nee, dat vonden ze niet zo leuk. Maar ze had geen flauw idee met wie ze trouwde. Dat was het mooiste. Dus daar kwam ze pas achter toen ze bij hem en zijn schoonvader introk. Toen dus dat die vader op een avond zegt, en ze waren toen naar de radio aan het luisteren en zo. En dan zegt die opa, Daddy John, van... Weet Mabel eigenlijk wel dat mijn zoon denkt dat hij de president van Amerika kan worden? Nou ja, dat was 1947. En hij zegt gewoon heel serieus, ja, waarom niet? Dat is een man als ieder ander. Waarom zou ik geen president kunnen worden? En toen zei ze, nou ja... Toen drong pas echt aparte, tot me door dat man. Ik met een andere... Ja, dat hij niet gewoon was. Want alle mannen die zij kenden waren gewone mensen die bang waren. Die zich onzichtbaar probeerden te maken. Ja. Dacht je toen ook, hier zit een boek in? Nee, helemaal niet. Want ik heb gewoon een verhaal geschreven en ik was voor NRC Handelsblad. En
ja, ik was met andere boeken. Ik was bezig. Ik heb toen een boek geschreven over mijn vader. En toen, jaren later, ik was in de bioscoop en ik keek naar die film over Nelson Mandela. Dat gaat ook heel erg over dat verzet. En dat op een gegeven moment gewapend verzet wordt. En hoe dat in zijn huwelijk. Hoe dat gezinsleven eigenlijk helemaal beïnvloedt. En toen dacht ik, ik heb dat verhaal van Mabel. Ja. En toen ben ik dat gaan afluisteren. En toen ben ik echt gaan onderzoeken van hoe leven die zoons nog? Bobby en Johnny, want ik wist dat ze zoons hadden. Nou, toen kwam John woonde in Detroit. En die is predikant ja. geworden. En ik heb zelfs iemand, dat is een witte vrouw die ook in dat boek voorkomt, die bij die daar betrokken was. En die woonde in Australië, die heb ik opgespoord. En ja, de mensen vonden dat ontzettend leuk. Niet meteen hoor, want ik moest natuurlijk wel... Dat is die dame die meegaat met die mensen die opkomen. Met de geweldloze verzet, ja. Die een hele mooie discussie ontstaat er tussen haar en Mabel over wat moet je eigenlijk doen? En Mabel vindt het blanke meisje uit het noorden eigenlijk wel een beetje geprivilegieerd. Ze praat heel makkelijk over die strijd. Ja, maar tegelijkertijd zegt ze is een Joods meisje uit Engeland. En tegelijkertijd zegt ze ook van maar ik ben eigenlijk jaloers op haar. Want ze praat zo onbevangen. En bij mij zit nog altijd dat stemmetje van maar ik ben zwart, ik moet op me oppassen. Dus ik durf eigenlijk nog niet helemaal dat te zeggen. Ze wil, want ze hebben een discussie van, zij zegt van maar geweld, ik geloof niet in geweld. Nee, zegt ze, wie wel? Het gaat er dan over, dat verzet. En dan zegt zij ook, Mabel ook eigenlijk, of die zegt het niet, maar die in zichzelf, dat ze dat graag wil zeggen. Van maar het gaat niet om zozeer om die wapens, het gaat om onze waardigheid. Het recht om voor jezelf op te komen. Ja, dat maakt je heel inzichtelijk. En tegelijkertijd, ik ben zelf een dochter. En kijk, je kan natuurlijk normen en waarden hebben en principes in je eentje. Maar als je je hele familie daarin meeneemt, zo radicaal, zoals Robert doet, dan heeft ook iets van een Don Quixote. Ik denk toch aan je kinderen en je familie. Ja, maar dat deden ze ook heel erg, want dat is natuurlijk gewoon te ingewikkeld, hè? Van dat is net in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Ga je het verzetten? Ja, maar wat is de oorzaak? Voor hetzelfde geld neemt je kindje kwalijk dat je niet in het verzet ging. Ja. Maar de context van die wereld, van die tijd, was natuurlijk gewoon eigenlijk de oorzaak van die problemen. Ja. En ik vind het echt, want ik heb echt die zoon ook gevraagd van hoe komt het dat jij niet helemaal verknipt bent? Ja. Toen zei hij, dat komt vooral door mijn moeder. Maar het was zo'n sterke liefde. Dat gezin dat was gewoon zo hecht en zo. En die vader was een dominante man, echt een southern... Southern man, die gewoon, you don't mess with Robert Williams. Maar zoon zei, maar hij had wel echt heel erg goede inschattingsvermogen. Iets van die visionaire kracht, die strijdvaardigheid en die ongelooflijke risico's die hij neemt, zit in de openingsscène waarin ze een ijsje gaan eten. Hè? Ja. De grootste verzetsdaad die je kan plegen in... Een ijsje met je kinderen. Wil je dat stukje voorlezen? Ja. Het zijn gesegregeerd, dus je moet... Je kan niet in de winkel, maar je moet omheen en dan aan een luik mag je een ijsje kopen. Maar Robert Williams zegt tegen zijn zoon van, we gaan een ijsje kopen. Nou, ik zal niet het helemaal lezen, want dan zijn we veel te lang verder. Maar... Ze zitten dus aan het tafeltje. Zal ik dit stuk lezen of is dat te lang? Ja, dat is goed. Prima. Ja. Ik weet niet hoe lang we aan dat tafeltje hebben gezeten. Het leek wel een uur of langer. Papa gaf ons de menukaart en zei dat we iets moesten kiezen. Dat we ook een milkshake mochten in plaats van ijs of cola. Waar we maar zin in hadden. Op een rare manier schaamde ik me dat hij dat tegen ons zei. En ik schaamde me dat ik me schaamde. Het liefst wilde ik opstaan en wegrennen, maar dat kon niet. Ik kon me niet bewegen. Het was alsof alles en iedereen in de drugstore bevroren was. Of betoverd. Ook de dikke serveerster met haar suikerspinhaar en de kok met zijn hagelwitte schort waar een paar roodbruine vegen op zaten. En de oude grijze man achter de kassa. Niemand bewoog. Niemand zei iets. Alleen uit de jukebox kwam muziek. Darling, you sent me. I know that you sent me.
Ik hoorde het door het versje van mama heen. Ik werd duizelig en misselijk. Ik telde in mezelf tot 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nog een keer. 1, 2, 3, 4. Toen stopte er vlak voor de deur van de drugstore 2 politieauto's. En een seconde later stoven 4 agenten naar binnen. Ik telde sneller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik keek naar papa, die heel kalm voor zich uit zat te staren. Naar Jonathan, die een arm om de schouders van Bobby had geslagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 keer raden wie hier de leiding heeft, hoorde ik een van de agenten zeggen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Robert Franklin Williams, meekomen. 1, 2, 3, 4. Papa stond heel langzaam op en de agent trok zijn armen naar achteren en deed ze aan elkaar vast met handboeien. Jij denkt dat je boven de wet staat? Niet dan? De agent pakte papa's pistool uit zijn holster en liet het voor zijn ogen bungelen. Stomme neger. Zijn dat je kinderen? Arme kinderen met zo'n vader. Papa zei niks. Hij keek mij aan, een beetje streng, gewichtig, alsof hij me een opdracht gaf. Let op Bobby, let op je moeder. En ik wilde iets terugzeggen, maar mijn keel deed pijn. Er kwamen geen woorden uit en 2 agenten namen papa mee. Ze duwden hem achterin een van de politieauto's. Ik zag het door de glazen ruit. Ik zag de auto wegrijden. De wolk van witte stofdeeltjes die in de hete lucht zweefde. En de mensen in het restaurant applaudisseerden. En op dat moment greep een agent mij en Bobby bij de arm. En de andere agent sjorde Richard en Jonathan mee. Ze duwden ons naar de uitgang van de drugstore, de straat op. Oprotten jullie. De volgende keer loopt het minder goed af. Laat dit een waarschuwing zijn. Ja. Nou, die jongen is 8 of zo. Ja, dat... Ja. Dus dat maakt wel indruk. Ja. Je komt zelf uit een familie van, ik heb het even opgeschreven, anarchisten, communisten en revolutionairen. Ja? Dat klinkt wel heel... Ja, het zijn... Nou ja, maar ze waren ook gewoon boekhouders, ja, en metselaars. Nee, net Robert. En acrobaat. Ja, maar net Robert, een gewone man die de wereld wil veranderen. Ja. Dat vind ik wel echt heel mooi, want ik herkende eigenlijk ook wel een beetje in... Want Robert en Mabel zijn net zo oud als mijn ouders eigenlijk. En nou, mijn ouders waren niet van die helden, maar mijn grootvader was wel echt iemand die ook in de oorlog met een geweer rondliep. En nou ja, overvallen en nou, niet zo spectaculair, maar wel iemand die niet bang was. Ja. En ik denk dat het ook dat sentiment herkenning, maar ook... Ook dat je vecht voordat je er mag zijn of zo. Dat, ja. Ja. Want in je vorige boek over zwarte vrijheidsstrijders, de laatste dichters, ga je op bezoek bij Omar bin Hassan, dus een van de hoofdpersonen. En die, nou, dat is een hele belangrijke ontmoeting voor jou geweest. Ja, dat denk ik wel. Want ik was natuurlijk... Ik had helemaal niks met zwarte cultuur. Echt waar, ik hield niet eens van soulmuziek. Eigenlijk was ik gewoon totaal in een witte wereld opgegroeid. En dat besefte ik pas toen ik in die andere wereld stapte. Nou, Omar bin Hassan, ze was echt dom met mijn zoon. Die hield van hip-hop. En ik wilde graag een keer naar Amerika. Zag ik zo'n documentaire, dichters uit die tijd. Nou, ik was geïnteresseerd in politiek, in poëzie, muziek. Nou, spannende verhaal. Ik denk, ik ga die lui interviewen, gewoon. Voor NRC Handelsblad, leuk, naar Amerika. En, maar ik was echt niet voorbereid op wat er gebeurde. Dus er was eerst, hey, what do you want? Weet je wat, er waren gasten die hadden alles gedaan wat God verboden hadden. Maar toen ging ik aan de praat met Omar bin Hassan en die vertelde dus zo'n verhaal over zijn vader. Die was geestelijk gestoord geraakt eigenlijk door verwaarlozing, racisme en gebrek aan kansen, maar ook een briljant... Maar ook dat systeem van segregatie, precies, achterstelling. Precies, dat was iets, en terwijl hij een briljant muzikant was. Nou, maar hij was gaan dronken, hij dronk en hij sloeg erop los. En Omar die had dus geprobeerd op zijn 11e zijn vader te vermoorden. Ja. Nou ja, zijn moeder had dat toen op tijd in de gaten, dus... Die moeder werd in elkaar geslagen, weer voor de zoveelste keer. Toen zei hij van ja, maar toen ging mijn vader weg en die keek mij aan met een blik van, ik wist wel dat jij het was. Zo, van dat jij eigenlijk mij wilde vermoorden. Mm. En met een mix van trots en, ja, en hoe heet dat, beschuldiging. Nou ja, dat raakte mij enorm. En later pas realiseerde ik mij waarom dat me dat zo raakte. Omdat ik natuurlijk ook met een vader opgegroeid ben die... heel ziek was. Hij had een angststoornis. Dus die was altijd... of hij was in de inrichting of hij was thuis. Maar dat was
was echt pittig, omdat je dan eigenlijk geen kind meer bent, maar je bent de ouder van je kind. En ik weet nog op een dag dat mijn vader was weggelopen uit de inrichting en ik was alleen thuis. En hij kwam thuis en hij zei, ja, ik hou het daar niet uit. En dat ik zei van, ja, maar je kan hier ook niet zijn. Gewoon als een soort overlevingsreflex. Ja. En dat is eigenlijk, is dat heel, dat klinkt dan heel hard of zo, maar dat is eigenlijk heel naar als je dat als kind moet doen. Ja. Dat je een soort... Opstaan tegen jouw eigen ouders. Verschrikkelijk, ja. Het is verschrikkelijk. Echt de band van loyaliteit doorbreken. Precies, maar dat is allemaal weer goed gekomen later. Maar dat die pijn en dat schuldgevoel echt vermengd met... Dat herkende ik in Uma. En dat was een wederzijdse herkenning. En ik denk dat ik ook ik had zo'n klik met die man. Dat was de reden waarom ik dat boek over die tijd en over die dichters ben gaan schrijven. Maar eigenlijk denk ik, wilde ik snappen van hoe kan zo'n briljant iemand, zo'n liefdevol iemand, zo destructief was. Hij was jaren aan de crack verslaafd geweest. Echt overal kinderen waar hij niet voor had gezorgd. En achteraf denk ik, ja, ik wilde gewoon mijn vader begrijpen. En mezelf en mijn eigen demonen. Het is wel mooi dat je dat zegt over dat je door middel van de identificatie dichter bij je eigen pijn komt. Of in ieder geval zicht op krijgt. Ik denk dat dat juist ook zo mooi is, dat je soms juist via een andere wereld, via andere wereld kan je jezelf vergeten en je overgeven en dan iets herkennen. Ja. En dat een soort wijsheid opdoen over jezelf. Ja. Nu komen we bij het thema wat je hebt besproken in Vrij Nederland deze week. Prachtig essay over dit boek. Over de fascinatie voor de zwarte Amerikaanse cultuur. En over wat we zijn gaan noemen culturele toe-eigening. Ja. Mag je als iemand, als een buitenstaander, schrijven over het leed van individuen van een andere groep? Ja, niet alleen het leed, maar gewoon überhaupt. Ook. Überhaupt, ja. Je trekt het nog breder. Maar het pijnpunt zit natuurlijk vaak bij dat leed. Ja. Wie ben jij om ons te representeren in iets waar wij mee worstelen? Ja. En dan ook nog even, jij pakt de shine, zoals ze het noemen. Hè? Jij scoort ermee en wij blijven met lege handen. Ja, maar dat, ja. Ik stel het even heel scherp, dan hebben we een gesprek. Ja, gelijk heb je. Maar je gaat in op de discussie op een literatuurfestival in Australië is begonnen. Er was daar een Amerikaans of een Engels auteur. Lionel Shervis, Amerikaans. Ja, die in een van haar romans voert ze een zwarte vrouw op, die door een blanke man aan een leiband wordt gehouden. Ja. Die vrouw is doorgedraaid. Ja. En daar kwam heel veel kritiek op. Hè? Ja. En zij reageert dan op die kritiek. Van ja, eigenlijk mag ik dus als blank niet meer over zwarte personages schrijven. Ja, want er was kritiek dat ze stereotype karakters zou hebben. Ja, en toen kwam er daar weer heel veel kritiek op. Van zeg maar gekleurde schrijvers. Je moet niet zo naïef zijn om te denken dat je als witte schrijver alle vrijheid hebt. En dus alles. Dus maar gewoon over kan schrijven wat je wil. Dat kan wel, maar. Kreeg jij die kritiek ook van de laatste dichters? Nee, ik heb die kritiek niet gehad en ik heb nu ook die kritiek niet. Want ik denk dat het... juist niet. Ik denk dat ik een beetje langzaam gewoon... Ik voel me ook niet helemaal weer wit. Cultureel voel ik me helemaal niet meer wit. Ik ben het natuurlijk wel. Maar ik denk dat komt omdat je als auteur... Het verschil is dus of je gewoon maar bedenkt van... Ik ga nu een leuke zwarte opvoeren en dat beschrijf ik op basis van... Ja, misschien een beetje... wat je er zelf van denkt of wat je van weet, of dat je echt... Ja, ik denk van tuurlijk, ik ben echt voor... In de literatuur mag alles. Ik vind dat echt dat nummer één. Want dat is ons werk, toch? Om te weten hoe het is om iemand anders te zijn. Ja. Dat is feitelijk wat de literatuur is. Maar ik, maar ik denk van, je moet wel je echt eraan overgeven. En je moet je echt verdiepen. En je echt proberen te kijken van wat is er... En wat deel ik ook daarmee? Want ik bedoel, we zijn allemaal mensen. Maar daarvoor moet je zelf durven te veranderen. Ik denk dat dat het is, dat je jezelf openstelt. Dat je jezelf een beetje opgeeft. Ik denk als romanschrijver moet je durven jezelf op te geven. En dat klinkt heel dramatisch, maar dat bedoel ik eigenlijk. Dat is het mooiste wat er is. Dat jij iemand anders kan zijn. Daarvoor lezen we boeken. Ja. Want je kan nooit echt weten hoe iemand denkt en voelt. En dat kan in de literatuur. Daarom, dat is gewoon fantastisch. Maar dan moet je wel risico lopen. Net als in de liefde. Als jij niet durft jezelf uit te leveren...
Hè, dan gebeurt er, dan blijf je altijd opgesloten in jezelf. En dat is het risico dat je alles kan gebeuren. Maar het alternatief is dat je allemaal in je eigen wereld blijft. Ja. Je probeert dat gevangen zit in je eigen wereld ook literair te doorbreken. Door het verhaal van die familie vanuit verschillende perspectieven te vertellen. Het is niet alleen maar Mabel, maar ook John, de zoon. En af en toe zitten er gedachten tussen van andere personages die mee te maken hebben. Ja, het hoofdverhaal is Mabel. Mabel die is dan op haar sterfbed, schrijft haar memoires. En die zegt eigenlijk tegen haar zoon John: ik wil dat jij zorgt dat mijn verhaal goed doorverteld wordt. En John is eigenlijk daar heel erg mee, worstelt dan mee. Ja. Want hij heeft eigenlijk zoiets van: ja, ik heb het eigenlijk ook niet helemaal als mijn eigen verhaal gezien. Dus hij moet zijn versie vertellen. Dus dat is wat ik doe. Maar af en toe komen er flarde tekst van anderen in. En dat zijn eigenlijk mensen in de omgeving. Dat is de context. Want het verhaal, ik vond het belangrijk. Ik maak het heel persoonlijk, heel intiem. Het is gewoon alsof het, gewoon jij en ik. Maar ik vond het belangrijk dat die contexten zijn. Dus een oude sheriff, een blanke man. Of de buurjongen die daarbij betrokken was. Nou ja, dat ik hoop dat zo werkt. De plicht om het verhaal verder te vertellen. Ja, dat doorvertellen is heel belangrijk. Want ja, als je het niet meer doorvertelt, dan weet je niet je geschiedenis. En als je niet je geschiedenis weet, hoe kan je weten waar je naartoe moet? Nu, we gaan afronden. Het is natuurlijk. Dit boek speelt zich af in een periode waarin de zwarten van Amerika zich gaan verenigen. Later krijgen Martin Luther King. We krijgen Malcolm X, de Black Panthers, de Lost Poets. We zijn nu in 2016 en ineens gebeuren er allerlei dingen in Nederland, maar ook vooral in Amerika, die we vatten onder de Black Lives Matter movement. Mm. Waardoor dit boek weer toch veel actueler wordt dan je zou denken. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat er helemaal, en ik denk ook dat het een beetje ook, niet alleen Obama heeft dat denk ik teweeggebracht. Maar dat er, je ziet het overal, dat er een nieuw zwart bewustzijn is. En ik denk, dat is ontzettend fijn, ontzettend mooi. En als we een beetje goed, slim daarmee omgaan, hebben we allemaal ons voordeel daarmee. Want onze wereld is zo veranderd. Ja. Onze wereld is niet meer. Maar wat zeg je tegen de mensen die daar bang voor zijn? Die het militant vinden of agressief of onredelijk? Wat zeg je tegen die mensen? Dat vind ik lastig. Ik denk misschien begin met kleine stapjes. Gewoon lees erover. Probeer in je omgeving eens te kijken. Dat je met andere mensen omgaat. Mij heeft dat ontzettend veel gegeven. Ik weet nog dat ik dacht dat ik op een gegeven moment, toen ik een beetje in die zwarte wereld ging, van hé, ineens is mijn wereld veel groter. Ik zie op straat veel meer mensen. Daarvoor zag ik die mensen helemaal niet. Dat zeg je ergens. Hè? Ja, maar dat is echt. Vertel eens even, wat gebeurt daar? Nou, ik woon al jaren in Amsterdam. Dat is echt een multiculturele stad. Maar blijkbaar zag ik toch, ik registreerde vooral witte mensen. Net als mij zag je niet. Je zag de Marokkanen zag je niet. Toen ik dus met die Last Poets bezig ging, en ineens werd de wereld dubbel zo groot. Ja. Het was gewoon een fantastische ervaring. En sindsdien, mijn leven is totaal veranderd daardoor. Ik heb een heel andere vriendenkring gekregen. Het is fantastisch om ook te leren, bijvoorbeeld van de verhalen van migranten, van hoe dat is psychologisch. Daar heb je heel veel aan. Dus ik zou denken, probeer je in je eigen omgeving open te stellen. Begin daarmee en dan is het allemaal is het gewoon een reis. Is fantastisch, een levensreis. Waar een videoband van je zoon allemaal toe heeft kunnen leiden. Zo is het, ja. Zo is het. Ja, heel leuk. Heb je bedankt? Ja, en het leuke is, hij is een filmmaker geworden. Hij is nu 27. Hij maakt een documentaire over Umar bin Hassan. Kijk. Dus dat vind ik echt geweldig. Geweldig. Ja. Ik vond een geweldig boek. Heel erg mooi geschreven. En heel erg menselijk. En daarvoor wil ik je bedanken. Christine Otter. Dank je wel. Dank je wel, Christine. Ja. Geweldig. En Christine signeert zometeen haar mooie boek. Samen met C.S. Notenboom, die inmiddels of bijna is gearriveerd. We gaan vrolijk verder in afwachting van met de agenda. Ja, toch? De agenda. De komende maand zijn er een aantal activiteiten. 12 november in Rotterdam,
op een klein half uur. Het lezersfeest, het jaarlijkse lezersfeest. Het is er dit jaar weer, 12 november. Dan hier in het Haagse, in de Centrale Bibliotheek, op 18 november... Into the Writer's Brain, A.S. Byatt meets, dat is Engels voor ontmoet, neuroscientist, neurowetenschapper Morten Kringelbach. Dat moet wel heel interessant worden. A.S. Byatt is een goede vriendin van C.S. Notenboom. Dus dat, kleine wereld. En dan het derde evenement, dat is alweer de volgende Be Unlimited. Ook weer hier, op het Spuit, 2 december. De geweldige Hager Peters met de stadsheld. En schrijver, columnist voor NRC, Christiaan Weitz, over hun beide nieuwe romans. En dan zijn er de nieuwe, er komen weer mooie boeken uit. Aftij van der Heijden met Kwaadschiks. Dan is er van K. Schippers, Still Going Strong. Dat is Engels voor, die gaat maar door. Tot in de verste hoeken. Het grote kijkboek van, geweldig, met plaatjes. Ja. En K. Schippers kijkt ook op een hele bijzondere manier naar de wereld. Van hem is die beroemde zin, als dit Ierland is, zou ik beter kijken. En dan is er Christiaan Weitz met zijn nieuwe roman, Het Valse Seizoen. Waar natuurlijk, zoals we dat weten van Christiaan Weitz, ook veel cultuurkritiek in zit. Nou, dat was de agenda. Lekker kort. We gaan door met muziek. Dames en heren, ik wil een hartelijk applaus voor Evelien Keesmaat en Marit Thuus. Hi Evelien. Hi. Je moet in de microfoon praten. Dan horen we je allemaal. Je gaat drie nummers brengen. Ja. Een beetje jazzy. Als je zo hoort naar Christine Otte, hè, en je hoort haar die muziek van die tijd zo citeren. Heb je daar iets mee? Nou, ik had vooral iets met het in een verhaal kunnen kruipen. En dat herken ik heel erg in als ik nummers uitkies van andere muzikanten die ik wil performen. Dan vind ik dat een van de belangrijkste dingen, dat ik me in een persoon kan verplaatsen eigenlijk. En dat hebben we eigenlijk allebei wel heel erg, dat verhalende. Hm. Dus vandaar dat we ook echt drie stukken hebben uitgekozen die daar heel erg bij passen. Een van de stukken is van Nancy Wilson. Wilson. Ja, daar beginnen we mee. Ja, ook een beetje in die tijd. Ik weet ook wel, ik weet niet heel veel van haar, maar wel dat ze zich ook hard heeft gemaakt voor die rassenscheiding die daar zo heftig speelde. Dus dat is wel een mooie aansluiting dan op. Kijk eens aan, het komt gewoon allemaal samen vanavond. Het komt allemaal samen, ja. De andere twee nummers? Dat heet You Can Fight van Becca Stevens. Dat is een hedendaagse zangeres. En Illusion van Gregory Porter. Zet hem op. Evelien Keesmaat en Marit Thuus. Ga luisteren. You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Or were you caught in the rain? Oh, don't bother to explain. Can I fix you a quick martini? As a matter of fact, I'll have one with you. For to tell you the truth, I've had quite a day too. Guess who I saw today, my dear? I went in town to shop around for something new. Thought I'd stop and have a bite when I was through. I looked around for some place near, and it occurred to me where I had parked my car. There was a most attractive French cafe and bar. It really wasn't very far.
The waiter showed me to a dark, secluded corner. And as my eyes became accustomed to the gloom, I saw two people at the bar who were so in love that even I could spot it clear across the room. Guess who I saw today, my dear? I've never been so shocked before. I headed blindly through that door. They didn't see me passing through. Guess who I saw today? Guess who I saw today? Guess who I saw today? I saw you. Thank you. You can fight. Listen, there's a storm coming in. You can feel it in the breeze, the way it's quiet and then moves like a current pulling, pushing. It's almost here, take note. There's a change happening. You can see it in the sky, the way it's darkening, that you see it's starting. Brace yourself, there's a fight to be held, but it's not the kind you win with your fist or your mouth. It's one inside you. It's one with the strength, oh, take the strength of your heart. Something strange is going on. Strength of your heart. There's a pressure on your chest coming from no one's hands, making it hard to breathe. No matter, breathe deep anywhere, it's all right. Als er één plaatje is geweest, dan there's a storm coming in. You can feel it in the breeze, the way it's
quiet and then moves like a current pulling, pushing. It's almost here, it's all right. You can fight, fight, fight. It's all right. You can fight, fight, fight. Can't use it, it's between you and you. Just choose it when you are ready to. Can't lose this one, it's between you and you. Just choose it when you are ready to. Ba-da-ba-ba. Ba-da-ba-ba. Marit Tus. Het laatste nummer is er eentje van Gregory Porter, zoals ik net al zei. Misschien kennen jullie hem. Illusion heet hij. En dank jullie wel voor jullie aandacht. I've been searching all the corners of my room. I'm sweeping dust and memories beneath the carpet that we purchased somewhere on some cool retreat, somewhere in Africa, somewhere. I've been trying to catch my breath from the illusion that I lost it when you left me. I've been checking for the weather and the time. I'm like a bag that's trapped and drifting in the wind that blows from hurricanes that come just after gray clouds fill my eyes. I've been trying to find my footing on the slopes of the illusion that I lost it when you left me. Like bare feet on hot concrete, we have come to some division based on pain from bad decisions. Just like clothespins snapped by wild winds, sometimes you can't hold on too long. That never dies. I've been planting all the flowers that you like, with the hope that we'll take root and smell the blossom when the wind blows, as we sit deep in the garden, sip on tea, as I watch you looking at me. I've been trying to find reality, a grip on the illusion that I lost you when you left me.
Dankjewel. Evelien Keesmaat en Marit Tuss. Ja, de sfeer zat er heel goed in. Ik ga meteen door. Hij brak door met zijn roman Philip en de Anderen, waarvoor hij de Anne Frank prijs ontving. Het zou niet bij die prijs blijven. C.S. Notenboom ging reizen en kwam met verhalen thuis. Zijn roman Rituelen behoort tot de moderne klassiekers van de Nederlandse literatuur. Hij is de meest vertaalde Nederlandse literaire auteur en talloze malen onderscheiden. Die auteur wordt nu gezenderd. Die ene Zweedse onderscheiding ontbreekt nog. Maar dat heeft hem er niet van weerhouden om met een nieuw boek te komen. 533, een dagenboek. Een speelse en filosofische verkenning van zijn tuin, zijn cactussen, Borges, Gombrowicz en de anderen. Uw aandacht voor C.S. Notenboom. Ja. C.S. Notenboom, goedenavond meneer Notenboom. Hallo. Ja, hoe gaat het? Nou, met mij gaat het wel, ja. Oké. Okay. Het is de laatste lezing van heel veel lezingen. Oh ja? Ja, de boegmessen hadden we. En Italië hadden we. En Mexico hadden we. Het is een hele lange reeks. Ja. En die gaat vandaag ten einde. Gefeliciteerd. Ja. En morgen terug naar Menorca? Nee. Blijf nou even hier. Nee. Ja. Ik heb even op Twitter... U twittert niet, hè? Nee. Maar ik heb even op Twitter gekeken. Geen Twitter, geen Facebook, okay. geen mobiel. Ik leef buiten de wereld. Maar die wereld haalt u soms in. Maar daar gaan we het zo over hebben. Kennelijk, ja. Ik heb even op Twitter even uw naam gegoogeld. Op Twitter. En dan krijg je... getwitterd. Ja, precies. Ik heb uw naam getwitterd. Dank u wel. U krijgt een boek. maar dan krijg ik bijvoorbeeld een hele mooie tekening van u. En dan een citaat in het Spaans. Ja. Een citaat in het Spaans. Bijvoorbeeld deze. Ik kan niet lezen. Problemamente. Ik kan wel zien dat het een hele enge foto is. Ja. Dit is Hey Festival in Colombia, denk ik. Dan ja. Volgend citaat, ook weer in het Spaans. Ibero librerías, una de las cosas que no podemos comprender es lo mal que encallamos en nuestra propia existencia y lo poco que reflexionamos sobre ello. En dan is het ook nog eens onder waar u dat heeft opgeschreven en wanneer? Nee, daar staat Den Haag. 31 juli, dat is mijn verjaardag. Oh, dat is je verjaardag. Oké. Nou. 19. Goed om te weten. Volgende. Ook weer in het Spaans. Dus dit is allemaal de afgelopen week, hè, op Twitter. La luz es la salvación, pero la oscuridad también es parte de la vida humana. Ja. Ja, toch? Heb ik dat echt geschreven? Dat heeft u echt gezegd, ja. Dan, nog een tweet. El olvido es el hermano ausente de la memoria. Die is wel goed. Kunt u dat voor ons vertalen? Ja, zeker. Vergeten is de broer van de herinnering. Ja. Dus mooi. Je hebt altijd een dubbel. Ja. Sommige dingen onthoud je, andere dingen niet. Komt uit hetzelfde brein voort. En daarom zijn het broers... Alle twee. Prachtig. De volgende. Nou, ik heb een prachtige poster gemaakt voor u. Foto van mijn vrouw. Ah, van... Niet van haarzelf, ik bedoel niet van haar gezicht. Ja. Maar van... Dit is de Magdalena Rivier in Colombia. Waar u vaak bent geweest. Ja, en dat boek heet Het toeval en het lot. In het Spaans dan. Ja. Het bestaat niet als zodanig in het Nederlands. Foto van Simone Sassen. Ja. Ja. Volgende. En dat is hier... Waar... Heerlijk, zo'n komende avond. Ja, goed, hè? Ja, nee, maar dit is allemaal de afgelopen week in de Latijns-Amerikaanse Spaanstalige wereld. Ik weet niet waar dit was. Dit is denk ik... Nederland was nu het centrum van de boegmessen in Frankfurt. En we waren dat dit jaar ook in Colombia, in Bogota. Ja. Dus Nederland alleen... In Frankfurt waren zoiets van... 700 Nederlandse auteurs. Ja. En daar was ik zo ongeveer alleen. Oké. Verbaast dat succes u in de Latijns-Amerikaanse wereld? Nou ja, dingen zijn relatief. Hè? Ja. Maar ik bedoel, het is leuk als je ergens anders ook gelezen wordt. Ja. En
en echt gelezen wordt. Want ik denk dat er meer dan 20 boeken nu in het Spaans zijn. Maar hier denken ze altijd alleen maar, die is in Duits vertaald. Ja. Dus dat is een... Ja. Ik heb het gevoel dat men in Nederland nog altijd over u schrijft, alsof dat succes een wonder is. Ja, goed. Wat ik niet snap hoor, maar... Nee, maar dat is een deel van waar ik hier mee te maken heb. Ja. Dan heeft u dit hele mooie boek geschreven, 533. Een dagenboek. U durfde niet een dagboek te noemen. Nee, dat is niet dat ik het niet durfde. Ik wou het niet. En het probleem was dat het boek ook in het Duits is verschenen nu. En ik wou daar ook één dagenboek. En toen werd mij uitgelegd, dat kan niet. Want dagen is in het Duits tagen... is vierde of derde naamval, datuur. En dan kan het niet. Oh. En ik wou ook niet een dagboek. Want het is geen dagboek. Ja. Een dagboek, tenminste voor mijn gevoel, want ik heb ook een dagboek. En dat schrijf je in vandaag, leuke avond in Den Haag, enzovoort, enzovoort. Daarna nog iets gedronken en zo. Dat is een dagboek. Ja. He, zoals je de dagboeken hebt van... Antoon is daar weer. Een beetje corrigeren, want... We beginnen gewoon rustig overnieuw. Ja. Deze hangt er nog aan. Ja. Ja. Zo. Gaat u verder? Ja. Even kijken waar ik gebleven was. Nee, de dativus. Ja, nou ja, goed. Soms kan in een andere taal iets niet wat je heel graag wilt. En dat vond ik toch vervelend. En toen konden we ook uit de titel niet komen, omdat het in het Frans niet goed klonk. En toen bedacht ik ineens, ik neem gewoon het aantal dagen dat ik eraan gewerkt heb. Ja, en dat was, in het begin zagen ze daar niks in de uitgevers. En ik zei, dat onthoud je, 533. Nou ja, toen zeiden ze, dat wordt een probleem met Amazon, waarom weet ik niet. Toen hebben ze Amazon opgebeld en Amazon zei dat het geen probleem was. En daarom heet het nu toch zo. Oh. Volgens mij, de ondertitel in het Duits is een Inselboeg. Ja, nee, berichten van een eiland. Maar dat klopt wel een beetje. Ja. Maar ja. Nou ja, weet je, elke taal heeft een andere... Ik had eerst, omdat er vlak bij mijn eiland, waar ik dus een deel van het jaar doorbreng, ligt nog een klein eiland. En dat heet, vertaald uit het Spaans, het eiland van de lucht. Dat vind ik zo'n fantastisch iets. Maar ja, dat vonden mensen weer te poëtisch. Ja. En, dat eiland beschrijft u ook in dit boek. Ja, daar is niks. Daar staat alleen een vuurtoren. En er woont één soort zwarte hagedissen. En je mag er niet op. Vroeger mocht je erop en dan kon je er naartoe roeien. Dat mag niet meer, want het is nu een natuurgebied. Maar die zwarte hagedissen, die zijn er nog steeds. Ja. U stelt zich voor... Die zijn nergens anders. Alleen daar, dat ene kleine eilandje. Ja. Voelt u zich een Minorca een vreemdeling, een indringer... Indringer zou ik niet willen zeggen, maar je bent wel iemand die er niet echt bij hoort. Wat dat betreft zijn eilandmensen altijd overal hetzelfde. Hè? Eilanders die, moet ik ook zeggen, af en toe vragen ze, kunt u niet een avond doen of dit wat. En dat wil ik dan weer niet, want ik wil daar graag helemaal zonder iets mogen werken, zitten en schrijven. U wilt daar niet bekend zijn? Ja, dat is ook weer moeilijk, want je staat soms in de Spaanse krant, dus dat weten ze daar ook. Ja. Maar ja, er gebeuren ook andere dingen. Bijvoorbeeld, ik zal niet een naam noemen, maar de zoon van een bekende Nederlandse uitgever, die wilde, en die heeft dat ook gedaan, met een Nederlands literair geïnteresseerde groep, 20 man, naar mijn huis gaan kijken. Ja. Toen heb ik gezegd, nou ja, hij had het al gedaan, hè. En ik zag dat voor me, want ik woon aan het eind van een weggetje. Er is helemaal niks bijzonders daar. Maar het is het eind van een weggetje. En ik heb Spaanse buren. Die hebben waarschijnlijk heel raar opgekeken dat daar ineens 20 Hollanders stonden om naar dat huis te kijken. En nu vroeg hij of hij dat nog een keer mocht doen. En dan meer. En dan ook in de tuin. En alles. En toen heb ik gezegd, nee, eigenlijk liever niet. Want ze schrijven een boek, ze maken een boek over... De literaire Balearen, die eilanden heten zo. Hè? Ja, nou nee, dus. Ja, maar het gebeurt inderdaad. Ooit stond er een enorme rugzak. Zo. Voor de deur. En dat was van een Zweedse mevrouw. En die vond dat ze eigenlijk bij ons kon komen wonen. Ja, dat zijn lastige dingen. Die tuin, hè? Want u beschrijft die tuin. En. U begint met die cactus. Maar voordat ik bij die cactus kom, wil ik naar Bezuidenhout, het bombardement in Den Haag.
Dat is een flinke stap. Ja, een flinke stap, maar het gaat me namelijk over, u bent in het boek op het eiland, onderweg. Niet alleen geografisch, u gaat het eiland af, u gaat de wereld in, zoals we dat kennen en waarderen in C.S. Notenboom. Maar u reist ook in de verbeelding. Ja. De verbeelding is een geografische plek in uw oeuvre. En toen ben ik eens gaan kijken hoe vaak u verhuisd bent in de eerste 15 jaar van uw leven. En toen kwam ik tot het indrukwekkend aantal van 14 keer. Nou ja, of dat klopt weet ik niet. Maar ik weet wel wat er gebeurd is. Het was de crisis. In die dagen, we hebben het over 1930 zo, ja. De jaren voor de oorlog. En toen het Letterkundig Museum hier een tentoonstelling over wat dan heet Mijn Leven en Werk gemaakt heeft. Toen zeiden ze, ja, het is de gewoonte dat dan iemand komt en die gaat kadastraal je verleden na. Oh. En toen zeiden ze, nou, tussen jouw geboorte in 1933 en het begin van de oorlog is jouw familie 8 keer verhuisd. Nou, ik ging naar mijn moeder, die toen nog leefde. En die zei, dat is helemaal niet waar, is absoluut niet waar. En toen zei ik, maar ik heb hier 8 adressen. En toen zei ze, ja, het is waar. En dat was dus crisis. En maar waarom ontkenden ze dat? Nou, vond ze beschamend. Want het punt was dit. Mijn vader had, zoals dat heet, 1 goed voorkomen. Dat was een meneer van een goede familie. Ik heb hem niet goed gekend, zoals je begrijpt. Want hij is in 1945 bij het bombardement van Zuidhout gestorven. Of omgekomen, zoals dat heet. Maar hij kon altijd, als hij zich ergens presenteerde om een huis te huren hier in Den Haag, dan kreeg hij meteen. Maar als hij dan na een paar maanden niet de huur had voldaan, dan konden ze weer gaan. En dat vond mijn moeder dus vreselijk. Maar dat ik dat wist, dat had ze voor mij altijd verborgen. Heeft u daar herinneringen aan? Nee, daar kan ik geen herinneringen aan hebben. Niet echt. Dat beschrijft u ook, hè? Ja. Nee, kijk. Je kunt herinneringen hebben als je op een vaste plek blijft en je vaste ouders hebt. Maar mijn vader was al dood toen ik zo oud was. Mijn ouders zijn bovendien nog, als je het nou echt allemaal moet weten, in 1943 gescheiden. Ja. En het zijn allemaal raadselachtige dingen. Ja. En mijn vader, nou ja, goed, enzovoort, enzovoort. En toen is er ook nog een, nou ja, dit gaat te ver. Prachtig. Maar niet ver genoeg. Want u heeft er ook over gedicht. En dat is dit gedicht over uw vader. Wilt u dat voorlezen? In die prachtige bundel over dat andere eiland? Dat had ik nog nooit gedaan. Ja, je moet het zo zien. Ik ben vorig jaar een keer naar Schiermonnikoog gegaan. Daarom heet dit Monnikoog. En Schiermonnikoog vond ik ongelooflijk prachtig. Maar ik woon op een heel ander eiland in Spanje, met een totaal andere vorm van landschap. In Spanje heb je rotsen en je hebt, ja, het is niet een enorm, hoe moet ik het zeggen, het is een vrij rustig qua natuur eiland, maar heel mooi. Zoals een landschap in Toscane. Mallorca heeft hogere bergen en diepere valleien enzovoort. Ja, nou ja, goed. En dan ben ik op dat andere eiland, zoals ik het noem. Jij bedoelt dit gedicht, hè? Ja, ja, ja. Nou, kijk, er is een foto. Die staat op de achterkant van een boek. En dat was mijn vader. Want mijn vader was best deftig, moet ik zeggen. Aan die kleren van toen te zien. Dat is weer eerder, dat is de jaren 20. En daar staat hij op met een trenchcoat. En met soupiers van die rare dingen die je boven je schoenen had. Die we nu nooit meer dragen. Maar zo echt met stof, met knoopjes en zo. Hm. En hij staat er, en een strik. Dus hij staat daar behoorlijk deftig op, met een vriend, waarvan we niet weten wie. En hij ging naar Indië. Goed, nou schrijf ik. Bedenk een verleden. Wees niet zuinig met oorlog of ontrouw. Je vader op het dek van een schip, jong, trenchcoat, soupiers, stomme film, zonder titel. Man op weg naar de Oost, een of ander 1920. Het schip zonder naam. En niets meer te vragen. Voor de herinnering van doden is er geen code. Daar woont niemand. Lege kasten, het lege huis van een naam. Ik kijk naar de man op het dek. Hoort hij de zee? Hoort hij de zee zoals ik hier? Een oude man die hij nooit heeft gezien? Dat drong ineens op me door. Dat niet alleen heb ik mijn vader nooit meer gezien na zijn dood, uiteraard.
Maar hij heeft mij ook nooit als volwassene gezien, als oudere man. En nu ben ik zelf een oude man. Ik ben ouder dan mijn vader ooit geworden is. Dus daarom zeg ik, een oude man die hij nooit heeft gezien. Ineens vond ik dat zo raar. Ja. Maar het is zo. Ja. Hebben we het geluid van een mail? Oh ja, dat is een... Ja. Maar dit is nou een echt gebeurd verhaal. Ja, ik weet wat je bedoelt natuurlijk, want ik heb het zelf geschreven. Nee, mijn vader, dat is wat je wilt. Ja? Hè? Oh, wacht even. Want in het boek... ja, het boek dat loopt over van de flora en fauna. Ja. En sommige van die dieren die roepen een Proustiaans moment bij je op. In dit geval deze vogel. De meeuw. Ja, kijk, ik was aan het wandelen op het noorden van het eiland. Nu weer Menorca. En daar had je meeuwen. En meeuwen kunnen ontzettend rare geluiden maken. Soms zijn het net kleine kinderen. En soms zijn het net een beetje geile oude mannen. Die daar zo boven hele rare kreten. Ineens kwam die herinnering terug. Wij woonden dus bij Zuidhout. En mijn vader had een soort, zoals je een schilderijraam maakt. Dus een lijst van hout. En daar had hij een, we hebben het over de hongerwinter. Had hij een deken tussen gespannen, een dunne deken. En dan zat hij op meeuwen te wachten. En als die meeuwen kwamen, liet hij het vallen. En daar houdt de herinnering op. Want ik kan me met geen mogelijkheid herinneren dat hij daar ook meeuwen onder had, want die zouden dan raar gefladderd hebben. En ik kan me ook niet herinneren dat we ze gegeten hebben. Eten mensen meeuwen? Ik heb het nooit gehoord. Hongerwinter, tulpenbollen, dat weet ik. Dat hebben we wel gedaan. En dat hij dan op een fiets zonder banden enzovoort probeerde in de buurt bij boeren enzovoort. Maar meeuwen, nee. En toch heb ik dat gezien, dat die meeuwen dan... Ja. En dat hij dat liet vallen. Maar daarna houdt de herinnering op. De herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. Dat heb ik heel lang geleden geschreven, ja. Maar dat klopt hier nou precies bij. Ja. Ja. Je bent er niet de baas over je herinnering. Soms komt hij ineens op en dan denk je, goh, waar komt dit nu vandaan? Geeft dat een... Ik bedoel, als schrijver is het natuurlijk een goudmijn, maar als mens kan het ook een heel beklemmend gevoel geven. Nou, in dit geval niet. Ik ben altijd erg jaloers geweest op mensen als Proust, die vanaf hun prilste jeugd zich alles... Kijk, die hebben niet de eerste 8 jaar van hun leven, want nadat... Dus, kijk, toen ze gescheiden zijn, ben ik aan mijn vader toegewezen, zoals dat dan heet. En daarna is mijn moeder met een buitengewoon katholieke man getrouwd. Want ik ben dus weer teruggegaan naar mijn moeder. En die hebben mij op kostscholen gedaan. Dus ik heb, en daar werd ik alsmaar van afgestuurd. Dus het bleef chaos. Ik ben er aardig goed overheen gekomen. We hebben een plaatje van Ibn al-Arabi. De islamitische mysticus uit Andalusië. En u citeert hem. Ja, ik ken hem natuurlijk een beetje uit het kanon, maar ik heb hem eigenlijk ontdekt door een citaat van u over hem. Want hij schrijft over het reizen als spirituele gang. Ja, dat was een groot geleerde en een groot mysticus uit de 11e eeuw. Ja. En hij zegt, reizen is de ultieme manier van jezelf kennen. Ja, ja. Zit erin. Ja. Maar ergens anders zegt u ook weer van ja... Ik reis, maar reizen is ook voor mij wegvluchten van mijn spiegelbeeld. Nee, dat heb ik nooit gezegd. Oh, nee, ik citeer u verkeerd. Ja? Ja. Omdat het is wat andere mensen altijd vragen. Die zeggen, als u zo verrijdt, bent u dan op de vlucht? En ik zeg, nee, ik ben niet op de vlucht. Waarom zou ik op de vlucht zijn? Ik reis, voor mij is dat normaal. Ik bedoel, het wordt iets moeilijker naarmate je ouder wordt. Maar dit jaar was ik toch uitgebreid in Peru en in Colombia. En toen weer terug en later nog een keer naar Mexico. Dat hoort voor mij nog steeds bij het normale leven. Maar ik begrijp best dat andere mensen dat raar vinden. Maar ik zou het raar vinden als ik alsmaar thuis moest blijven. Maar er wordt mij vaak gevraagd. Dan zeggen ze, kent u de uitspraak van Pascal... Het ongeluk van de mensheid komt daaruit voort dat ze niet 24 uur in een huis kunnen blijven. Ja, dan denk ik, ja, dat ken ik. Maar waarom vragen ze dat aan mij? Want zij blijven allemaal altijd thuis. En wat andere mensen reizen noemen, kijk, dat is geen reizen. Dat is toerisme. Daar kijk ik niet op neer,
Want het is heerlijk voor mensen als ze 14 dagen of 3 weken helemaal eruit zijn. Dat is, maar dat is niet wat ik reizen noem. Reizen is, dat zeg ik ook vaak tegen jonge mensen, een hele speciale categorie. Dan zeggen ze, ja, maar wat moet ik dan doen als ik daar ben? Ik zeg, waar is daar? Ja, nou ja, dat weet ik niet, maar ik zeg, nou ja, laten we zeggen Bangkok of Buenos Aires. Wat je dan moet doen, dan ga je naar een busstation en dan neem je de eerste bus die het land ingaat. En dan kijk je maar waar je terechtkomt. En ja, dat, zo zitten de meeste mensen niet in elkaar. Nee. Maar ik heb ze wel veel ontmoet die wel zo in elkaar zitten. En die zijn jong en die zeggen, wij doen dit 1-2 jaar van ons leven en dan weten we later echt iets over de wereld. En over de armoede in de wereld en over alles wat er in de wereld te koop is. Ja, dat is eerder dichterbij reizen dan, zeg maar gewoon, iets boeken voor 14 dagen in Torremolinos. Uw boek zit vol met wonderbaarlijke en mooie omkeringen. En dan maar die tuin, die houdt, dat is een mooie tuin, heb ik op een foto gezien. Er lopen twee tuinmannen rond. Ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Cash? Nee, check. Check. Oh. En dat komt van Francesco, dus Catalaans, ja. Menorquins. Dus iemand heet Francisco en dan zeggen ze daar Francesc. En dan korten ze dat af en dan heet hij ineens check. Check. Ja. Check. Oké, okay, check. En dan en Mohammed, nou die ken ik inmiddels wel. Want Jack heeft een sidekick en dat is Mohammed. Ja, ja. En die komen altijd met... Sancho Panza en Don Quixote. Ja. En Mohammed is heel trots, want die is 50. En die heeft 4 dochters die allemaal studeren. Dus die is heel... Hè, en zijn oudste dochter is al arts. Maar hij wil nooit in huis eten. Hij gaat altijd buiten zitten. Heel raar. Weet u dat ik... die Mohammed loopt door dit boek. Als een Sancho Panza. Hij zegt niet veel. Maar dat ik een heel ander beeld van hem in mijn hoofd had. Ik had met hem te doen. Waarom toch? Ja, omdat hij zo alleen... Ik dacht, hij is heel de enige Marokkaan op dat eiland. Nee, je hebt geen idee. Oh, okay. Nee. Nee, want ik heb een vrouw gevraagd om een stukje zeep mee te geven en wat kruiden. Ja. Dat ga ik u ook straks meegeven. Voor Mohammed. Nee, Mohammed is best in orde, want er is een hele, een hele bevolkingsgroep. Okay. Ook daar. Oké. Okay. Ja. Zij het is ook heel dichtbij trouwens. Ja. He, 300 kilometer en ze zijn thuis. Ja. En dan, u citeert Voltaire die aan het einde van Candide zegt... Il faut cultiver notre jardin. Waarop u draait dat om. U zegt, als het nu eens omgekeerd was, de tuin cultiveert mij. Ja, nou, maar dat is ook echt... Dat is ook wat er gebeurt. Als je in een heel onrustig leven geleefd hebt... En uiteindelijk vind je een plek waar je toch in ieder geval een paar maanden per jaar stil blijft. Dan is een tuin een moeilijk gegeven, want een tuin moet je eigenlijk het hele jaar. Maar ik heb bijvoorbeeld 40 jaar geleden 2 palmen geplant. Die kwamen toen tot mijn knie, die zijn nu tot daar. En dat wordt familie, op de een of andere manier. Dan waren er een paar hele grote cactussen die er al waren toen ik kwam. En pijnbomen die er al waren toen ik kwam. Het was allemaal in het begin vrij klein. En op een dag kwam ik een Spaanse buurman en die zei... Meneer, mijn dochter moet trouwen en ik heb geld nodig. Wilt u mijn landje? Dus ineens had ik meer. Je hebt er niet veel aan, maar je mag niks. Hè? Dus landbouwgrond. Maar toen heb ik toch na lang zeuren... op de fundamenten van iets wat er in de grond lag... een oude varkensstal, denk ik. En anders een hondenhok. Maar van een flinke, toch wel een behoorlijke omvang... heb ik gevraagd of ik daar een studio mocht bouwen, dat mocht. En toen ben ik geïnteresseerd geraakt in cactussen. En toen ben ik naar een tuincentrum gegaan op dat eiland. En, want in Mexico en Peru zie je cactussen. En cactussen zijn ongelooflijk interessante, rare vormen, planten. Beetje... Ja, soms zijn ze beeldhouwwerken en sommige zijn volkomen krankzinnig. Die gaan helemaal tot daar. Eén zo'n paal die daar staat met stekels. Stekels mag je niet zeggen, je moet zeggen doornen van de wetenschap. In ieder geval, ik wou een paar cactussen kopen. En die mensen lieten me dan cactussen zien. Nou, één ziet eruit zoals op een tequila reclame en de andere ziet eruit zoals cactussen er in onze verbeelding uitzien. Maar deze waren totaal verschillend. En toen zei ik, maar hoe heet deze dan? Cactus.
Ja, oké. Maar die andere die helemaal op zijn met die enorme grote cactus. Nou, aan het eind 7 keer cactus. En het ongelofelijke is, vind ik, Jack heeft me geholpen, want een cactus planten, dat is ook weer iets. Het viel wel mee hoor, maar ik bedoel, dat zit niet dat er enorme wortels en zo onderaan zitten. En nou staan ze daar. Ja, nou ben ik daar zo aan gewend. En je weet, 's winters op de Balearen is het helemaal niet zo gezellig en mooi. Mm-hmm. Het kan heel erg stormen. En Mistral, die daar anders heet, die heet Tramontana. En dan denk je, ja, houden ze dat wel vol, die cactussen? Want die zijn toch aan de tropen eigenlijk gewend. Maar tot nu toe heeft alles het al 2 winters overleefd. En ik mis ze. Dat komt er nog bij. Wat trekt u aan? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Maar ik mis ze, ze staan daar en ik vind het heerlijk. En ze staan altijd lekker stil. Dus je weet. Ze blijven waar ze geplant zijn. Ja, ze blijven daar staan. En ze hebben echt karakter. En ze gaan ook niet. Kijk, een cactus kan een bloem krijgen. Hè? Sommigen doen dat ook. En soms heb je dat je een jaar moet wachten. Is er een bloem en die duurt maar 1 dag. Ja. Dat vind ik ongelooflijk fascinerend, dat soort dingen. Ja. Die fascinatie die zit er pagina op pagina in. Ook als het gaat om het vangen van vlinders. Of is het een mot? Dat is deze. En dan schrijft u. U vangt hem. Oh, je hebt hem daar? Ja, ik heb hem. Ja. Dan kunnen de mensen dat ook zien. Oh ja. Ja, beschrijft. Dit is een hele gevaarlijke, gemene rotmot. En wij vonden hem zo mooi. En mijn vrouw heeft hem gefotografeerd. En ja, we vonden hem echt prachtig. En ik vond het bijna een eer dat hij op mijn hek wilde zitten. Tot we begrepen dat dit nu de mot was die de palmen aantast. Ja. En hoe? Het is een immigrant, mag je niet zeggen, maar het is toch zo. Een immigrant uit Uruguay. Die in heel Spanje alle palmen uitholt. Ja, nee, dat is geen halve maatregel. Ja. En dan is het ineens, wat wij zo mooi bezoekster, weet je nooit, vonden, is ineens een doodsvijand. Ja, dus wat heb ik moeten doen? Verdronken. Ja. Iets moet. Iets moet. Maar het blijft een prachtig ding. Ja. Ontworpen door Gucci of Armani. Oh, ja. Ja, u schrijft, er zijn vormen van schoonheid die bij vergroting deel kunnen uitmaken van het arsenaal van een nachtmerrie. Dat is weer een ander verhaal. Hè? Dat is natuurlijk als je een insect vergroot, dan heb je science fiction. Dat is niet wat zeker is. Ja. Maar de schoonheid is. En dat is nou eigenlijk toch wat jij net aanhaalde. Ik zeg jij, hè? Omdat ik dacht dat wij dat al lang deden. Maar goed, jij zegt u. Ja. zal de leeftijd wel weer zijn. Het punt is, als je zegt, je moet je, wat Voltaire bedoeld heeft, je moet je tuin verzorgen. En je moet je tuin, echt, je moet voor je tuin zorgen. Il faut cultiver ton jardin. En zei ik, het omgekeerde is dat je van zo'n tuin dus ongelooflijk veel leert. Van, nou moet je daarop letten, nou moet je daarop letten. En bij dit weer gaan ze dat doen. En oh jee, en waarom hangen ze er zo slap bij? En wat gemeen dat die ene plant alleen maar bloeit als ik er niet ben. Dat gebeurt ook. En daar leer je heel veel van in het begin. Dus ik heb wel eens aan de kust een bepaalde euphorbia uitgegraven. Dat vond ik een mooie plant. En op een gegeven moment heb je die dan in je tuin staan. En 3 jaar later stond daar een enorm monster dat totaal de hele tuin uit zijn symmetrie had gedrukt. En dan denk ik, ja, die neemt wraak omdat ik hem bij de zee heb gehaald. Ik wil een stukje vragen of u. Ik heb even geprobeerd te duiden wat hier precies wordt gevangen. Zijn het stemmingen die gevangen worden of gemoedstoestanden die zich ergens tussen het hier en nu ophouden? Hoe doe je precies? Ja, dat ben ik ook nog niet helemaal achter. Maar ik wil het ook lekker ongrijpbaar houden. Oh, ja omdat maar ik moet wel antwoorden. Bijvoorbeeld die cactus, hè? Dat is prachtig. U begint namelijk te zeggen, ik weet niks van cactussen. Klopt. En dan gaat u er 5 pagina's over door. Ja, En dan heb ik na die 5 pagina's heb ik het idee dat ik ook heel veel van die cactus af weet.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, nadat die mensen dus niks mij konden vertellen, hebben wij alsmaar cactusboeken gekocht. En nu, bij dat laatste bezoek aan Mexico, dat was eigenlijk voor ons fantastisch, omdat we nog steeds van heel veel van die dingen niet wisten hoe ze nou heten. En toen zijn we in Mexico City naar de botanische tuin gegaan. En daar hadden ze net een enorme cactusboomgaard, zou je bijna zeggen, aangelegd. Daar stond bij alles een plaatje van hoe ze heten. Ja. Dat was ineens weer een beetje te veel van het goede. Maar we hebben toch, mijn vrouw heeft dat allemaal gefotografeerd en dan komen we iets verder. Maar het wordt een soort rare hobby. En er zijn mensen die gaan veel verder dan ik, hoor. Je hebt mensen die leven hun leven met cactussen in huis, hier ook in Nederland, heb ik begrepen. Ja. Je moet je obsessies ook cultiveren. Misschien. Ja. In het boek gaat u tekeer tegen een criticus uit het Vlaanderenland, want die vindt dat u in uw vorige boek iets te veel mijmerde. Dat vinden ze wel meer, ja. Maar toen dacht ik, ja, ik weet nog, ik dacht, die zal wel jong zijn. Want dan vinden ze dat allemaal gezeur, hè, wat je als ouderen te werk brengt. En toen dacht ik, ja, maar toen ik jong was, toen was ik bij de revolutie in Boedapest. Ik was in Teheran. Ik was in de, zeg maar, de guerrilla-oorlog van Che Guevara, was ik in Bolivia. En toen was bij de kroning waar was hij toen? U was bij de kroning van Mohammed V in Rabat. Ja, dat was ook mooi. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, 56. Ja. Maar toen dacht ik, waar was die jongen toen? Mag ik nou eindelijk eens mijmeren? Hij mijmert waarschijnlijk nog steeds. Dus dan zit je een beetje te mijmeren. Ja. En dan schrijf je dat op. Ja. Maar dat schrijft u op. Maar u bent toch ook in de wereld. Die wereld die haalt je soms in. En ik wil vragen of u dit stukje wilt voorlezen. Ik vind dat een heel... Ik vond het echt... We hebben het niet afgesproken. Nee, maar het gaat over het moment dat u op tv iets ziet. En dat moment dat er een aangespoelde Koerdische jongen... Ja, maar dat heeft te maken... Dat is een ingewikkeld, maar als ik het niet erg vind... Dat heeft te maken met dat Jeroen Bos boek. Ja. Hè? Want ik heb ook een boek over Jeroen Bos gemaakt dit jaar. Dat was het Prado Museum. Die vroeg mij of ik daar iets... Of ik daar wilde komen en meedoen aan een documentaire. En dat heb ik gedaan. Dat was fantastisch. Want dan mocht ik 's nachts alleen... Tenminste alleen. Ik mocht 's nachts in het Prado... En dan sta je voor die schilderijen van Bos. En dat is een ongelofelijke ervaring natuurlijk. Maar toen ben ik ook naar andere musea gegaan waar ze iets van Bos hadden. En één daarvan, we hebben heel weinig, hè, in Nederland. We hebben eigenlijk niks. Ja. Behalve Rotterdam. Boijmans heeft een schilderij van de heilige Christoffel. En dat is een legende, dat moet ik dan echt even uitleggen, vind ik. Dat is een heilige die toen geen heilige was. Je wordt dat altijd wel eens later, hè? En hij zag een kind staan aan de ene kant van de rivier. En dat kind was Christus, maar dat kon hij niet weten. Een klein kind. En hij deed dat op zijn schouder. En wou dat, voelde dat dat kind wilde naar de andere kant. En hij begon door die rivier te waden. En merkte dat dat kind steeds zwaarder werd. Dat werd zo waanzinnig zwaar dat hij het nauwelijks kon volhouden. Maar hij bracht het... naar de andere kant. En daarom heet hij nu de heilige Christoffel. En hij is de begeleider, de patroon van alle reizenden. En nou viel mij iets op. Op een gegeven moment stonden er in het voorjaar foto's. Ja, foto's. Op de eerste pagina van de Times. En ook in Spanje, in de Spaanse krant. Van een Turkse soldaat met dat kleine dode kindje. Ja? Aylan. Ja. Ja, zo heette dat jongetje. Dat was duidelijk dood. En die voetjes die hingen zo. En dan schoentjes. En het was allemaal even vreselijk. Maar als je die twee dingen naast elkaar legde. Die foto, dat is een echte foto. En dat beeld van Jeroen Bos. Dan heeft de heilige op die foto exact dezelfde houding. Hij ligt voorover gebogen. Hij kijkt deze kant op waar jij, die de krant leest... hem dus in zijn gezicht kijkt. Nou ja, en dat frappeerde mij dus enorm.
Nou hoef ik het geloof ik ook niet meer voor te lezen. Ik kan even... Mijn slotregel is... Ja. Dat wil je waarschijnlijk. Het verhaal is bekend, nou, dat heb ik al verteld. Sorry, ik heb hier wat aan. Ja. Op het schilderij heeft Christoffel dezelfde houding als de politieman aan het Turkse strand. Licht naar voren gebogen, uiterst behoedzaam brengt hij het kind naar de oever waar het veilig is. Hij kijkt rechts uit het schilderij, zoals de man in de krant zijn gezicht naar rechts gericht heeft, waar wij zijn. Maar het is alsof dat kind ook te zwaar is. En dat klopt, want de dood weegt mee. Het kind was te zwaar voor Europa, want Europa bestaat niet. Het kon dat kind niet tillen. Nou ja, dat is natuurlijk een manier om iets te zeggen. Dat Europa het niet voor elkaar kon krijgen om die mensen die daar nu met duizenden verdrinken, om daar iets aan te doen. Ik bedoel, iets, wat dan ook maar. En dat, ik vond dat ongelooflijk treurig, dat dode kindje. En het frappeerde mij, omdat ik toen aan dat boek bezig was, en ik, de dag dat die foto kwam, had ik het boek met dat schilderij van Boijmans van Beuningen op tafel liggen. Dus ik zag meteen dat dat dezelfde houding was. Ja. Alleen, hij kon dat kind wel aan de andere kant krijgen. En wij, zal ik nou maar even zeggen, kennelijk niet. Heel indrukwekkend. Dan gaan we... Ik moet even kijken. Ja, we gaan. We moeten afsluiten, helaas. We moeten afsluiten. Ja, we gaan. We kunnen nog... Het is voorbij gevlogen. Ja, het is voorbij gevlogen. Maar ik wil toch nog even iets over die... een foto laten zien van een groep mannen. Ik hoop dat er ook wat vrouwen tussen staan. Het zijn alleen maar mannen. Weet u wie deze mensen zijn? Nee. Dit is de groep mannen die aan de Voyager 1 heeft gewerkt. De ruimtesonde. De ingenieurs. Oh ja, maar nou weet ik waar je op bedoelt. Maar die foto staat niet in mijn boek. Nee. Ja, dat is een schitterend verhaal. In mijn boek het volgende verhaal. Daar zijn die twee ruimtesondes. De Voyager 1 en de Voyager 2. En mijn hoofdpersoon gaat dan op een gegeven moment kijken in het Smithsonian Institute in Washington. En dan zie je, daar hadden ze een trucage gemaakt, waardoor het leek, ik ben daar zelf ook geweest, waardoor het leek alsof je op de maan stond. Je stond dus eigenlijk op de maan en je zag die dingen. Dat hele project is begonnen in 1972. En de bedoeling was, omdat in 1976 zouden 6 planeten op 1 rij staan. En de bedoeling was dat die Voyagers die planeten zouden fotograferen. Dat is natuurlijk een enorm... We hebben geen idee van de berekeningen die je daar moet... dat je precies met de zonnestand en alle andere standen en alles... hoe je dan foto's van die planeten kunt maken. En daarna, en dat viel mij toen op omdat ik daar in dat museum dat allemaal hoorde... en dat was zo'n beetje slijmerige Amerikaanse stem, die dan zegt, and then we will know the answer to all our questions. Als die dingen voorbij gaan. Are we all alone in the universe? Nou ja. En moet ik eerlijk zeggen, dan krijg je ook, en toen zei hij ook nog, dat die dingen nu 25.000, ik weet niet wat, al die getallen met al die nullen. Maar iedereen is dat verder vergeten. Alleen ik niet. Ik ben het altijd blijven volgen. Ja. En vorig jaar, of het jaar daarvoor, was er een ogenblik waarop die ruimtesondes ons zonnestelsel verlaten hebben. Ja. Die groep mensen, die waren met 200, die dat volgden in 1972. Daar zijn er nu nog 7 van over. Die hebben de gepensioneerd. Sorry van dat hoesten, ik kan er niks aan doen. Die hebben allemaal de pensioengerechtigde leeftijd al lang bereikt. Er zijn erbij van net boven de 80, maar bij een vrouw. En ze krijgen van de NASA nog een of ander rottig hok waar ze nog contact hebben met die ruimtesondes. Maar
daar is niet veel meer te doen. Dus die dingen kunnen nog, die meten het magnetisch veld en dat soort. Maar echt contact is niet en binnenkort houdt het op. Het is met plakband hangt het aan elkaar. Nou, het punt is dat ze daar geen nieuwe mensen aan kunnen zetten. Omdat, en dan besef je in wat voor tijdperk je leeft, die machines waarmee ze die contacten onderhielden, die zijn verouderd. Dat zijn nu antieke machines. Dus die kunnen ze niet meer gebruiken. En er zijn geen mensen meer die ze daarvoor op kunnen leiden. Dus dat, die ruimtesondes gaan nu verder. En die gaan verder. En toen zei een van die vrouwen iets, want ik hoorde dat op, er was een reportage op de Duitse radio vorig jaar, net toen ik aan het boek bezig was. En toen zei die vrouw, en dat met een van zelfsprekendheid waar ik koud van werd, moet ik je zeggen. Toen zei ze, ja. En de eerste ster die de Voyager nu tegenkomt, is in 40.000 jaar. En dan pas krijg je een beeld van wat wij allemaal denken. Je hoort dat lichtjaren, weten wij veel. Ik bedoel, je weet het als je het weten wil, maar afstanden. Maar dus tussen het punt, ze zijn nu in de zogenaamde Oortcloud, hè? Dat is een Nederlandse astronoom, die heet de Oort en die heeft dat. Dus dat is nadat je het zonnestelsel verlaten hebt, ga je voor een oneindige tijd door een soort ruimtechaos. En dan zijn ze onderweg en terwijl wij hier zitten zijn ze onderweg nu op 17, waarschijnlijk intussen 19 miljard kilometer van de aarde en ze zullen doorgaan. En toen die vrouw zei, de eerste ster waar ze voorbij komen, niet waar ze landen. En nou is het krankzinnige. En dat laat toch een beetje zien dat de echte Don Quichots bestaan ook in de wetenschappelijke wereld. Want Kurt Waldheim, toen de secretaris-generaal van de UNO, die heeft dus een gouden langspeelplaat meegegeven. Voor als ze de aliens tegenkomen. En zodat ze daar iets van ons begrijpen. Ja. En op die gouden plaat staat, ik geloof, het Onze Vader. En en iets van Beethoven. Beethoven ja. Natuurlijk. En goed, allemaal voor die, wat voor wezens. Maar omdat ze niet zeker wisten dat die mensen zouden weten, sorry hoor, hoe ze die plaat moesten afspelen, hebben ze er een tekening bij gemaakt hoe ze een platenspeler moesten bouwen. Ja, nou, ik zie het helemaal voor me, want 40.000 jaar komen ze alleen maar voorbij een ster. Maar als ze nou in 80.000 jaar ergens, dan zie je ze toch gezellig zitten. Hè, met het. We gaan afsluiten met een gedicht. En dat is dit gedicht, op pagina 8. Je hebt het uitgezocht. Ja. Mag ik even kijken? Ja, tuurlijk. Ja. Je bedoelt links? Mm-hmm. Op het duinpad kwam ik mijn moeder tegen, maar zij zag mij niet. Ze praatte tegen een andere dame en ik hoorde haar zeggen, iedereen vindt mij hier aardig. Dat ze echt was, wist ik door het geluid van het schelpengruis onder haar voeten. Daarna zag ik ook mijn broer en mijn halfbroer onderweg met hetzelfde verleden als het mijne. Chaos en onrust. De Noordzee had wilde koppen. Het strand was verlaten. Mijn broers waren doorzichtig. Ik zag het pad door ze heen. Nu zou ik een schat willen vinden. Een aangespoelde walvisstand of goud, waardoor alles weer goed kwam. Dankjewel, namens iedereen. Dankjewel, Cees Notenboom. Dankjewel. Cees Notenboom gaat ook signeren. Ja, die is van u. En wij gaan snel. U mag blijven zitten, want er is nog een quiz. En dan, er is nog een quiz. Dames en heren, u weet hoe de quiz in zijn werk gaat. Linkerhand, rechterhand. Ik stel een vraag. En de winnaar krijgt twee boeken. Laten we beginnen. Hebben we momenteel. Gaat u op, als u mee wilt doen, dan moet u opstaan. Ja, maar u kunt ook blijven zitten natuurlijk. Maar als u maar die linkerhand en die rechterhand in de lucht steekt. Momenteel is er in het museum Meermanno een tentoonstelling over het werk van de illustrator van het werk van Annie M.G.
Schmidt, ja. Wie is de illustrator van Pluk, Ibbeltje, Otje en Jippie Janneke? Is dat linkerhand Fiep Westendorp of rechterhand Max Veldhuis? Ja, die is denk ik, dat is een koppetje. Het antwoord is Fiep Westendorp. Dan gaan we snel door naar vraag 2. Hadden mensen hem, meestal hadden hem goed, toch? Prima, u bent allemaal heel eerlijk. Goed zo. Eind vorige maand werd voor het eerst de Hebban debuutprijs uitgereikt. Wie won deze prijs voor het boek Spijt? Is dat linkerhand Lise Spit of rechterhand Kim van Kooten? Het juiste antwoord is Kim van Kooten? Lise Spit! Lise Spit! Oh, sorry. Sorry, Lise. Ja, Lise Spit. Hartstikke goed. Nou, de mensen die zijn overgebleven, kom rustig naar voren. Afgelopen zaterdag vierde Noord-Amerika en de rest van de wereld, westerse wereld dan, Halloween. In welke roman van Bret Easton Ellis speelt het kinderfeest een lugubere rol? Is het linkerhand Glamorama of rechterhand Lunar Park? Nou, welke in wie van de twee boeken? Linkerhand. Het juiste antwoord is Lunar Park. Zeg ik dat goed? Ja? Of ben ik weer abuis? Nee, het is Lunar Park. Ja, goed zo. Wie zijn er overgebleven? Komt u gerust naar voren. De groep wordt steeds kleiner. Het ruimt op. Heel mooi. In december, hoort hier een trailer bij die we even gaan bekijken? In december gaat de film American Pastoral in première. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek. Wie is de schrijver van deze roman? Het is niet Bob Dylan. Is dat linkerhand Paul Auster of rechterhand Philip Roth? Het juiste antwoord is Philip Roth. Wie zijn er overgebleven? Kom naar voren. Het door John Lennon geschreven Beatles nummer I'm the Walrus is geïnspireerd op een boek. Op welk boek gaat het hier? Is dat Alice in Wonderland van Lewis Carroll? Of is dat The Wind in the Willows van Kenneth Graham? Het juiste antwoord is Alice in Wonderland. Ja. Oh, dat ruimt op. Komt u naar voren, de overgeblevenen komen naar voren. Dan gaan we richting de finale. Waar zijn de mensen die zijn overgebleven? Dat zijn er 1, 2, 3. Komt u gerust naar voren om mee te doen. De mensen van de organisatie zijn uitgesloten van deelname. Dat wil ik even gezegd hebben. Ja, nee. Bob Dylan heeft het stilzwijgen eindelijk doorbroken. Wat vond u hiervan, meneer Notenboom, dat de Nobelprijs naar Bob Dylan ging? Hij heeft buitengewoon interessante teksten geschreven. Oké. Ja, zegt waar. Dus ik bedoel wat dat betreft. Maar ik moet ook toegeven dat ik dat vroeger nooit zo gehoord heb. Omdat ik niet kan, ik moet lezen. Ik kan niet en bovendien het stemgeluid was niet altijd even evident duidelijk. Maar ik heb nu gezien dat een aantal van die teksten absoluut literaire waarde hebben. Heel diplomatiek. Ja. De 75-jarige Amerikaanse zanger, tekstschrijver en componist heeft de Zweedse Academie vrijdag laten weten dat hij de Nobelprijs voor literatuur accepteert en dat hij het zeer op prijs stelt dat deze grote heer hem te beurt is gevallen. Wat is de hoogte van het prijsbedrag? Wie komt u? Ja, wij zijn nog over. Ja, bent u, dat zijn de enige twee die over zijn? Ik heb alles gegokt, dus. Wat, u moet een schatting, ja, gokt u eens, het geldbedrag, hoeveel euro's hebben we het over? Nee, u moet een bedrag noemen. Jij moet het nu zeggen, ja. Ja. Oh, ja, u mag het wel zeggen wanneer u wilt, maar dan zijn we weg. Ik dacht dat we mochten kiezen. Nee, dit is een schattig. Nee. Steeds goed gekozen. Nou, ik vroeg $100.000. $100.000? Nou, dan maak ik er $200.000 van. We hebben een winnaar, dames en heren. Het exacte bedrag is €840.000. U bent de winnaar van de boekenquiz. Komt u gerust naar voren. Ja, mevrouw. Als komt u naar voren. U mag de hand schudden. Ja, goed. Gefeliciteerd. Maar dit is wel helemaal te gek. U bent er beduust van, heb ik het in. Ja. Christine Notenboom. Daar, Christine Notenboom, ja. Ja, geweldig. U bent er echt beduust van. U kunt ze laten signeren. Dames en heren, de boekhandel is er. Laat uw boeken signeren. Neem een drankje en tot de volgende keer. Bedankt, hè? Tot ziens. Ja.